Nederland wil de ambitie zo hoog mogelijk leggen, ook in Europa. En binnen de Tweede Kamer ben ik aangewezen als klimaatrapporteur. Daar heb ik mezelf ook voor aangeboden hoor. Maar dat mag ik dus zijn. En wat hebben we nou gedaan? We zijn in Polen geweest op de klimaattop. En daar hebben wij ook gepleit voor een hogere CO2-reductie. Dus we hebben in Nederland in het regeerakkoord 49% afgesproken. Maar we willen het liefst naar de 55%. Omdat we natuurlijk wel zien hoe urgent de problemen zijn. Alleen we kunnen dat niet alleen. En daarom moeten we dat samen met onze collega's ook in Europa doen. En daar zet ik mij dus ook heel concreet voor in. Nou, wat we in ieder geval in Nederland zelf kunnen doen, moeten we doen. We hebben natuurlijk ook gepleit voor een wat groter fonds nog bij InvestNL. Niet alleen voor de Nederlandse maatregelen, maar ook voor de internationale maatregelen, nog naast het Green Climate Fund. En ik denk dat we op die manier echt proberen bij te dragen aan een beter milieu voor niet alleen ons hier in Nederland, maar ook de rest van de wereld. En dat zijn we aan onze generaties die na ons komen ook verplicht, vind ik.